Er ontstaan allerlei initiatieven in deze tijd. Mensen verzinnen gewoon toch wel manieren om muziek bij mensen te brengen. Zo ook in Groningen gebeurde dat. Eerstejaarsstudenten van het Prins Claus Conservatorium daar, die doen eigenlijk elk jaar rond deze tijd een project samen met de bewoners van woonzorgcentrum De Brink in Groningen. Studenten gaan dan in gesprek met bewoners en maken naar aanleiding daarvan een muzikale compositie. En toen kwam de coronacrisis. Maar doorgaan is juist nu zo belangrijk. Hoe hebben ze dat opgelost? Dat horen we van Tine Stolten, de projectleider. Goedemiddag. Je bent weer aan de telefoon. Ja. Allereerst even, hoe gaat het met jullie docenten, studenten? Is het conservatorium doodstil? Iedereen thuis? Alles online, de lessen? Ja, klopt. Ja alles is doodstil. Het gebouw is dicht. Studenten zitten op hun studentenkamer. Kunnen eigenlijk moeizaam studeren natuurlijk. Sommige mensen kunnen dat wel op hun kamer, maar ook heel veel kunnen dat niet. Nee, omdat dus, ze gewoon zitten, ze huren een kamer ergens waar je niet de hele dag muziek mag maken. Nee. Precies, ja. Of ze hebben een instrument niet, hè. Denk aan slagwerkers. Die hebben niet de pauken in de studentenkamer staan. Nee, en ik begreep zelfs dat sommige ook pianostudenten bijvoorbeeld geen piano hebben zelf. En dan op het conservatorium studeren. Dat zijn ook van die dingen waar je helemaal niet bij stilstaat. Maar dat gebeurt dus ook. Nou doen jullie elk jaar dit project. Post voor de Brink, zo heet het. Wat is de achtergrond? Wat willen jullie studenten hiermee leren met dit project? Nou, wij kijken elk jaar met alle onze eerstejaarsstudenten van alle afdelingen, jazz, klassiek, docent, muziek en compositie, naar hoe we als muzici een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. En dan focussen we eigenlijk altijd op een nieuw publiek. De mensen in het verpleeghuis vinden wij dan een nieuw publiek in een ongebruikelijke context. En dan gaan we kijken naar hoe kunnen wij, als we in contact zijn met deze mensen, op maat betekenisvol muziek maken voor hen. En daaruit ontstaan dan eigenlijk altijd kleine stukken en composities die door groepen studenten worden gemaakt. En op maat betekent dat er voor één bepaalde bewoner van zo'n woonzorgcentrum iets gemaakt wordt? Dat het echt heel persoonlijk is? Hoe moet ik dat zien? Nou, dat is dit jaar wel zo. In andere jaren werken wij met grote groepen studenten die dan met z'n twintigen tegelijk groepen bewoners van De Brink ontmoeten en met hen in gesprek gaan, zowel op De Brink, maar ook op het conservatorium, want wij nodigen deze bewoners dan ook op het conservatorium uit. Mooi, en dan gaan ze met elkaar in gesprek en dan hebben studenten vragen over hun levensloop of over mooie specifieke bijzondere momenten in het leven van deze bewoners. En op basis daarvan, die verhalen gebruiken ze als inspiratiebron voor hun muziek. Mm-hmm. En dan op de laatste dag van het project wordt muziek teruggebracht naar De Brink in dit geval. Ja. En spelen de studenten de stukken die ze hebben gemaakt voor de bewoners. Ja, en hoe hebben jullie dat nu aangepakt? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ja. Ja, nou, we zijn kortzachtig gaan nadenken over, gaan we dit nu online doen en hoe gaan we dat dan doen? En een van onze docenten, Charles Hens, kwam met het idee om berichten te verzamelen. En die hebben we Post voor de Brink genoemd. We hebben een brief gestuurd aan zowel de bewoners als van De Brink als familieleden. En hebben in één week tijd allerlei berichten verzameld. Zowel vanuit het zorgcentrum naar de familie en berichten van de familie naar het zorgcentrum. En die berichten hebben wij deze week op dinsdag gedeeld met onze studenten. En op basis daarvan zijn ze aan de slag gegaan. Ja, dus zij hebben deze berichten omgezet in kleine groepen. Hebben ze samengewerkt vanuit hun studentenkamers. Hebben ze muzikale aanzichtkaarten gemaakt op basis van de berichten die wij hadden verzameld voor de mensen in De Brink. Maar ook berichten de mensen uit De Brink voor hun familieleden. Ja, het is echt vice versa. Ja. Het is tweerichtingsverkeer geweest. En precies, die studenten die zaten dus, die hebben in groepjes, maar wel afzonderlijk, dus ook online met elkaar gecomponeerd. Dat is al bijzonder. Ja. We gaan even een fragment laten horen. En ik begrijp dat je dat zelf even introduceert. Dat is door vier studenten geschreven. Ja, het is een bericht voor mevrouw Huizinga. Die is eigenlijk vrij recent vanuit Noorwegen weer terugverhuisd naar Nederland na het overlijden van haar man. Want ze wilde graag dicht bij haar kinderen zijn.
En nu is ze door het virus eigenlijk opnieuw gescheiden van de kinderen en de kinderen van haar. En dat schreef haar kinderen ons ook. En de studenten hebben een sfeertekening gemaakt. Het is een soort aquarel van Noorse vergezichten. En het stuk, een fragment, heet Norwaves. Mooi, ik heb kippenvel ervan. Ah, ja, er worden hele andere dingen aangeboord natuurlijk bij die studenten. Maar vanmiddag, dat is belangrijk, is het gepresenteerd aan de bewoners. Hoe is dat gegaan en hoe waren de reacties? Ja, we hebben vanochtend inderdaad de post teruggebracht naar de Brink. Eigenlijk gewoon digitaal op een USB-stick symbolisch overhandigd. Op de Brink gaan ze nu eigenlijk de komende dagen alle berichten delen. Met de bewoners. En de eerste berichten zijn vandaag al gedeeld. Bijvoorbeeld eentje voor een mevrouw die morgen 90 wordt. En die heeft daar, voor haar was speciaal een verjaardagslied geschreven. Dat is afgeleverd en dat was natuurlijk heel ontroerend om te zien. En zij was heel blij dat ze zowel haar familieleden zag als het speciale verjaardagslied dat door de studenten was gemaakt. En het was een ontroerend moment. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Tine Stolte van het Prins Claus Conservatorium. En de studenten daar natuurlijk in Groningen. Ontzettend bedankt. Heel mooi. Dank je wel dat je even aan de telefoon dit wilde toelichten. Oké, heel fijn. Bedankt ook.